vandaag zijn we op de beurs in Hardenberg. En er is ook een informatiebijeenkomst georganiseerd. En daarvoor stel ik voor aan Cornelien. Ja, van Staveren. Van welk bedrijf? Bent op Gratum Advocaat uit Zwolle. En u bent hier als bezoeker gekomen. En uw naam is? Jan Kater. Jan Kater. En wat vond u ervan? Wat heeft u ervan opgestoken vanmiddag? Nou ja, het is in zoverre, na gisteren is er natuurlijk toch wel weer een aardig nieuwtje. Voor ons niet zo gunstig nieuws, persoonlijk. Maar ja, het is, we zijn toch wel weer, het is toch wel een stukje duidelijker geworden. Ik ben wel blij dat ik hier ben geweest. Dus, welk handvat heeft u meegekregen waar zegt van, nou daar kan ik morgen mee aan de slag? Nou ja, kijk, onze specifieke situatie is dat we een bedrijfsopvolger hebben die op termijn boerderij over gaat nemen. En we hebben wel gehoord dat dus eventueel die fosfaatbank, dat die jonge ondernemers daar eventueel een graantje uit mee kunnen. En ja, wij hebben nog goed onze speciaal onze persoonlijke situatie is dat wij een grote schade hebben gehad in onze boerderij. En zodoende onze stal nog lang niet vol staat. Dus ja, daar zijn we nog mee bezig en hopen dat het wat duidelijker wordt voor ons. Ja. En welke tip kan je meegeven, Cornelia, aan de veehouders? Ja, nou ja, goed. Onze tip in zijn algemeenheid is blijf wel reduceren. We moeten afwachten hoe straks het fosfaatrechtenstelsel er exact uitkomt te zien. Kijk, en verder is het ook zaak dat we per specifieke bedrijfssituatie kijken of er voor iemand iets nader kunnen betekenen. En dan om te kijken in het fosfaatrechtenstelsel of daar toch mogelijkheden zijn om voor iemand een aantal fosfaatrechten te laten toekennen die meer recht doet aan zijn situatie. Hè. En bijvoorbeeld de schade kan een hele goede reden zijn om te zeggen van... het aantal toegekende fosfaatrechten is niet conform aan de reële situatie.